De samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana wordt versterkt. In het kader hiervan zijn de districtscommissariaten van Pamaka, Koruni en Tapanahoni vandaag een samenwerkingsgesprek aangegaan met de burgemeester van het dorp Apatou. Districtscommissaris Osea Bini van het bestuursgebied Pamaka vertelt wat er is besproken. Vandaag hadden we een samenwerkingsoverleg met de burgemeester van Apatou, de district Apatou, met betrekking tot de samenwerking met de districtscommissaris die aan de grens zijn van Frans-Guyana, maar daarnaast ook met de districtscommissaris van Koruni, omdat heel veel mensen daar ook raakvlakken hebben met de mensen of families in Frans-Guyana. En er zijn een paar onderwerpen naar voren gekomen waarop we samen willen werken. Als eerste hebben we gesproken over de veiligheid. U weet, het is zo dat wanneer criminele activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld op het Surinaams gebied, dat de mensen zich wegvluchten naar het Frans gebied, waardoor het moeilijk is voor de autoriteiten voor ons om onderzoek te doen of de mensen aan te houden. Maar omgekeerd gebeurt dat ook. Dat wanneer de mensen van Frans-Guyana of criminelen daar activiteiten uitvoeren, dat ze naar Surinaamse kan komen. De burgervader zegt verder dat er is gevraagd om een hechtere samenwerking aan te gaan ter bevordering van de veiligheid tussen beide landen. Ook over het stimuleren van ondernemerschap is er gesproken. Economisch verkeer is in bij het gebied, het grensgebied, met Frans-Guyana, waarbij mensen spullen daar gaan verkopen, vooral vanuit Suriname naar daar. En we hebben gevraagd om te kijken naar mogelijkheden dat eigenlijk het gelegaliseerd kan worden, waardoor ook werkgelegenheid voor de mensen gecreëerd kan worden. Maar daarnaast hebben we ook gevraagd naar mogelijkheden om te kijken naar het stimuleren van de ondernemerschap in ons gebied, om zo ook meer ontwikkeling te brengen in het gebied. We hebben ook gesproken over landbouw. Het is zo dat ze hebben aangegeven dat ze ver zijn op het gebied van landbouw. De DC merkt op dat er op ministerieel niveau vervolggesprekken komen tussen de DC's van Suriname met de vertegenwoordigers uit Frans-Guyana. Op 29 juli komen de partijen weer bijeen op het departement van regionale ontwikkelingen. De gesprekken zullen dan voornamelijk gaan over de versterking van de Surinaamse landbouwsector.